55. Dat doe ik 60. 60, 60. Nee! Nee, nee, nee. Zak even. Ze is een heftruck. Jesse en Sammy zijn in één keer weggegaan. Oh. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken, wat voor bedrag het is. We zijn de drie Yes, welkom bij een nieuwe video. Dat klonk heel veel. Dat was echt, je zat half in de bakkertjes. Ja. Yes, welke van bij de nieuwe video van? Ik wil een keer niet bakkertjes. Oké, okay, we gaan het overnieuw doen. Take 2. Yes, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag gaan we een hele leuke challenge doen. Nee. Ja. Wat gaan we doen, Jesse? We gaan flessen leveren. Ja, we hebben hier een fles. Nee, we hebben hier een hele zak met flessen. Ja, we hebben daar hele 5 zakken flessen. Yeah, 5. Ja, we hebben 8 nog meer. Nou, vertel, ja. Wat is de bedoeling? We gaan een challenge doen. Wie het dichtst bij zit, hoeveel geld we gaan verdienen met de flessen. Nou, eigenlijk verdien je het niet, je betaalt er al eerder voor. Maar ja, wie het dichtst bij zit, die krijgt het. Oké, okay, dus van tevoren moeten jullie zeggen wat voor een bedrag het is. Ja. Nou, dit is dus de enige zak. We nemen jullie even mee om te laten zien hoeveel zak we hebben. Want we hebben net onze verjaardag gehad. Ja. De verjaardag van Pip. Oké, okay, nou we zijn buiten aangekomen. De zon is inmiddels weg. Net scheen er nog. Het duurde allemaal even wat. Gebeurde er net. Er viel de bier over me heen. In deze zak zit allemaal bier. En ik tilde hem over Sam heen, zeg maar. En toen bij me zat in de gaatje. Dus hij had een soort bierdouche had hij. Maar toen moest hij even douchen. Ja, toen heeft hij zichzelf afgelekt. Ja. Kijk eens even wie erbij is. Hey, Pippi! Hey, Pip, doe je ook mee? Ja. Oké, okay, high five. Nou, drie, Pip, ik zal het even uitleggen. Yes. We doen dus een challenge met deze. Ik weet het. We gaan alles in dat doen. Zo. Een apparaat, hè? Ja, en dan krijg je centjes en dan mag je iets kopen. Maar je moet dus nu eerst gaan raden voor hoeveel geld je denkt dat hierin zit. Hij noemt het bedrag, hij noemt het bedrag, jij noemt het bedrag. En degene die het eerste bij zit, die krijgt al het geld. En die gaat iets leuks van halen of iets doen. Die grote zit er heel... Dat kostte voor mij... Hoeveel cent was dat? Ja, dat weet ik niet. Jullie, hè? Dat was iets van 15 cent. Je mag niet kiezen, Pip, die stapt er helemaal geen reet van. Nee. Nou, die normale fles zijn iets van 15 cent of zo. 15 cent? En die blikken zijn van mij 10 cent of zo. Jullie mogen dus nu gaan bepalen hoeveel geld jullie denken dat dit allemaal bij elkaar is. Ik denk 60. Want we hebben ooit een keer 5 zakken gehad en er zat iets in de 50 euro. We hadden 25 euro per kind. Oké, dus jij denkt voor 60 euro? Nee, 55. Dat doe ik 60. 60? 60. Nou, Pip, heb je een beetje een schatting, want anders dan jij zet 9 miljoen of wat dan ook. Denk goed na, Jesse heeft gezegd 55, ja. Sam heeft gezegd 60. En Jesse heeft er dan een denk. Zes, 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 dan? Ja. 60, 60. 66. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wie het erbij zit. Ja, die heb ik wel in. Ja. We zitten echt voor de lak van onze nieuwe auto. Daar heb je een lak van de auto. Sorry auto, spijt me. Sorry, nog een kant. Ja, nog een kant. Zo, ja, de auto aan het slopen. Altijd een superleukste shot. Je moet alleen daarna weer terugrijden om de camera op te halen. Schiet lekker op. Ik ga het dus gaan voor karren halen, want als in te doen komt ze met zo'n karretje aan. Dat past het er niet in, schat. Jawel, kijk. Ja, jij past erin. Ja. Jij bent er geen plastic zak. Ja, maar kijk, jullie gaan deze dragen. Bert en twee gaan we racen dansen. Jullie gaan racen. Het is altijd een ramp om met hun te gaan winkelen, want hun zien dat hele winkel zien ze aan als een of andere Mario Kart parcours. Ja, zo doet het wel. Alleen Sam doet nog één flesje erbij. Nee! Nee, nee, nee. Dat moet dan net passen. Dat was. Ja, boy. Oké, Sam, die maakt het grap van de dag, jongens. Hij kan lang planken. Hij kan lang planken, jongens. Hè? Nee, vind ik fijn. Oh, je hebt dat hele billetje door de hele zak even gedaan. Oh, twee gekke gaten. Eet een lepel. Hier is het wel rood. Zo voor de Jesse. Wie doet ze? Ze is een heftruck. Nou jongens, we zijn begonnen, Sam.
We zitten nou op 2 euro, maar oké. 2 euro, oké. Okay. Degene die het disc bij zit, die wint alle centjes. Oké, okay, ga je er iets van kopen of ga je er iets van doen? Kopen, ik wil het nog. Jij iets kopen? Nee. Wil jij iets kopen of iets doen? Je kan ook gaan bowlen of kopen. Iets kopen. En jij? Ik denk ook wel iets kopen. Nou, kopen. Ik denk ook aan... Ja, ik weet niet precies. We kunnen niks meer doen. Het is al 4 uur. Ja, dat maakt er niet uit. Ja, ze kan racen. Wat horen we dan te kunnen doen? Ja, weet ik wel. Je kan bowlen, je kan lezen, gamen. Kan... Gewoon rustiger in doen. Sam, kijk. Nee, rustig. Je moet het mee omgaan alsof het je moeder is. Gewoon lief. Nee. Oh. Wat doe je? Hey, jackpot. Oh, dank wel, tot ziens. Je gooide me echt helemaal te wel. Ja. Ik denk dat ik wel een goede inzet heb. Goed, nou, we zijn volgens mij een half uur verder. We zijn nog steeds bij de tweede zak bezig. Ze hebben nu lekker handschoentjes aan, dat zetten we ze niet alles onder. Vieze cola, smurrie, bier en... Deze kunnen wij ook gebruiken. Hoeveel heb jij tot nu toe gedaan zo? Hier 3,10 euro. 3,10 euro, Jesse? Ja, ik al 11. 11,25 euro. Ja. Oh, we zijn bijna voorbij. We hebben nog een aantal cola zero. We hebben nog water. Hier, voilà. We hebben hier een champagnefles, jongens. Hier, kan je eens pakken? Hè? Ja, hier zit geen zaadschap. Ze zijn daar nog druk bezig met alle blikjes en flessen en alles inleveren. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken, wat voor bedrag het is. Laat het even weten hieronder in de reactie. Ik ben heel benieuwd wie van jullie het goed heeft of heel erg dichtbij zat. Oké. Kijk eens. Wil je dat nu gaan doen? Ga zeker naar, hoe heet je patatzaak? Eethuis. Ga zeker naar Eethuis, Beuningen. Heerlijk daar. Ja. Oh, we hebben gisteren daar nog gegeten. Kassonnen. Eergisteren ook nog. Eergisteren ook. Kijk. Oké. Ik heb het idee dat we het vergeten zijn, maar ik weet niet wat. Even kijken. Oh, ja, ik weet het al. De tas. Dat is gewoon niet luisteren, dus dan... Dat is Sam weer. Sam, wat ben je nou allemaal aan het doen? Vertel eens even. Kijk, ik wil gewoon briefjes van 5, ja. Maar ik heb dus niet genoeg. Nee, Sam heeft al zijn spaarcentjes gepakt. Hij had gewoon brief van 50 en zo, maar dan gaat hij alle winkels langs. Ik ben bij de Bak Bar, Libra, bij de Ethos, bij de wijnwinkel, bij de kaaswinkel. Wat wil je? Wat is jouw hele doel in het leven? Ik wil nog 4 briefjes van 5 euro. Sam. En waarom? Dat wil ik wel niet, kan ik zo. Ik heb niet flexen, jongens. Ja. Nee, dan kan ik gewoon, als ik echt... Zijn dat nou zakken met... Nog iemand met allemaal zakkenflessen. We gaan nu tellen, Jesse die had... 65, 66. 10 euro. 10 euro. Jesse die gaat alles bij elkaar optellen. 15 cent. Oh, wauw. 8 euro en 95 cent. 8 euro en 75 cent. 5,30 cent. Plus? We zitten nu op 25 euro 8, en 15 cent. 8,75 euro. Oeh, dat zijn bedragen, jongens. 28 euro en 15 cent. Dat is het laatste bonnetje. Ja. Laatste bonnetje. Oh. We hebben 33,90 euro. 28 euro 8, en... 25 cent? Ja. Nee, 15. 62 euro en 5... 5 cent! Ik heb gewonnen! Oh, dan gaan we... ja, hallo. Sam heeft gewonnen! Kijk, hè! Sam, dat betekent dat jij zojuist... Oké. 62 euro en 5 cent heb gewonnen. Hier is alle bonnen die was gaan inleveren. Okay. Mijn eerste keuze was 60, toch? En daarna ging ik naar 55. Oké, okay, ja. Okay, ja, ik zeg 1. Kan we even de bonnetjes houden? Ja. Kijk, wacht, ik doe even zo. Oh. Jij krijgt 20 euro, jij krijgt 20 euro en ik krijg 22 euro, ja? Echt? Dat is helemaal goed. Box. Box. Yes! Oh, kijk, dit vind ik lief, jongens. Oké, ik ga ook dan verdelen. Jij gaat ook verdelen. Oh, jij gaat die 20 euro ook weer verdelen. Hé, hey, dat is slim. Nee, jij hebt nog niet moeten verdelen, want Sam heeft gewonnen, maar hij geeft 1/3 aan jou. Oké, kom, we gaan allebei. Ja, wij gaan even samen inleveren en dan komen we zo terug met de elf. Ja, oké. Okay. Oké, 20 euro. 20 euro, ja, en 5 cent.
2,05 euro. En 2,05 euro. Nee, dat is 20 euro. Hey, maar wat ga je ervan doen? Suipen. Ik word zo moe van hem als suipen. Ik denk... Of je kan ook zeggen, ik bewaar het voor als je ooit verlaten als je groot bent. Nee, dat heb ik al. We gaan gelijk Roblox uitgeven. Jesse die zit al echt dagen te zeuren. Om die stomme Roblox. Ja, maar kijk, ik weet niet of jullie Bloxfruit kennen. Maar als je het kent, dan weet je gelijk ook wel over Doof. Ja, ik wil heel graag Doof. En jij, gaan we gewoon even naar speelgoedwinkel even kijken? Ik ga even naar speelgoedwinkel. Oké, okay. En wat ga jij ervan halen? Ook naar speelgoed werken. Ja? Oké, okay, nou, dan zijn Jesse en Sam die zijn in één keer weggegaan. En ze zeiden, oh, we gaan snel naar de Primera waar je zo'n Roblox kaart kan halen. Maar het is de andere kant van het dorp. Dus ik weet nou niet waar ze zijn. En ze hebben een horloge ook niet bij. Dus ik hoop dat ze hier zijn. Gingen ze hierin, Pip? Weet jij dat? Weet ik niet. Weet je niet? Dan jou heb ik ook helemaal niks, hè? Wat denk je? Zijn ze hier? Ja of nee? Weet ik niet. Weet je niet? Nee, jij? Ik hoop het wel. Nou, kijk eens, dat is aan hoor. Oh ja, toch wel. Nou, hij heeft hem mooi, jongens. Ja! 20 euro! Ik hoop niet dat we weer een hele domme fout gaan maken. Oh, ja, we hadden een klein foutje gemaakt. Ja, de vorige keer had ik een 10 euro kaart gekocht. Gaf hij elke keer dat hij niet goed was. Ja, dat nou, de code niet klopte. Lekker dan. Het eindigt dus op 3-0. Dat was 3Q. Ja. Maar ik kan niet goed gekrast. Maar we hebben het helemaal contact opgenomen met Roblox. We hebben gezegd, sorry, die waardeloze kaarten van jullie, die kloppen allemaal niet. En uiteindelijk kregen we nog eens goed en toen was het gewoon geen O, maar een Q. Ja. Ja? Wil je iets? Wat is dat dan? Ik kan dat vanzelf maken. Kijk, dan moet je hier eerst pompen. Pompen, ja. Ja, je hebt dit gewoon hierin. Mm-hmm. En dan kan je gewoon glitters in doen. En glitters zit ook, denk ik, erin. Maar eigenlijk was je dat altijd doen met ballonnetjes, hè? Je kan elke keer met ballonnetjes en moest ja, maar dit wou ik al heel lang. Meen je? Toen ik nog 4 was, toen wou ik dat. Echt? Toen ik nog 3 was, ja. Wow, nou, dan is het wel goed dat we het eindelijk kunnen kopen, hè? Ja. Hier, hou vast. Ja. Oh. Kijk, het klopt, jongens. En kijk, get Robux. Bye. En dan gaan we nu kijken wat Sam heeft gehaald, jongens en meisjes. Het is een lange tijd geleden dat hij dat heeft gedaan. Hij gaat het nu opeten. Je kan het niet eten, schat. Nee, maar ik moet het overmaken. Kijk. Ja? Iets van langer dan een jaar heb ik weer een box gekocht. Wow. Oh, dat is... Met 4 pakjes. Ik ga het nog dicht laten totdat deze verwaard wordt. Oké. Ik ben niet heel erg Pokémon fan. Maar je gaat ze niet openmaken? Nee. Morgen. Oh ja, ik kan niet op. Binnen een half uur is alles opengemaakt. Wat denk jij? Nou, kunnen jullie nog herinneren? Ik denk een halve minuut geleden dat Jesse, dat Sam zoiets zei van... Nee, die kaart die ga ik niet openmaken. Kira, ik heb deze. Ik heb deze. Ja? Ik heb ook nog deze, maar ook deze. Wow. Die is vet. Pip, die gaat hier zo wat druk bezig met ballonnetjes. Oh, leuk. Hij is al bij Jesse kijken. Oh, Jesse is hier natuurlijk, Jesse. Kijk, wacht. Nou, laat zien. Hij gaat die doel laten zien, jongens. Nee, nog niet. Hij smartelt hem helemaal. Nee, ik ga even deze vastpakken. Nou, ik zie het weer. Is dat doel? Ja. Wow! Wel restless doel, maar die is echt cool. Oké, nou, superleuk. Ja. Hey, wij gaan er lekker vandoor. Irm gaat lekker eten, ja, Marlies. Ja, ik ga dat doen. Ja, Pip gaat ballonnetjes. Jesse die gaat denk ik door mijn gamen. Ja, ik ga door. Ik ga alvast. Oké, oh. Nou, dat is ook nog een eentje. Nou, bedankt voor het kijken. Als je nou nog geen abonnee bent, hè. Ga zeker even abonneren. Ja, want dan mis je nooit meer de video. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei.